Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is momenteel 10 april. Dat betekent dat ik morgen jarig ben. Morgen word ik 23. En dan wil ik er natuurlijk even leuk uitzien. Een mini glow-up. Dus ik dacht, ik neem jullie mee tijdens mijn glow-up voor mijn verjaardag. Ik weet nog niet wat ik met mijn haar ga doen. Want morgen moet ik gewoon werken. En ik heb 's ochtends vroeg geen zin om mijn haar heel uitgebreid te doen. Dus misschien kan ik dadelijk al wat gaan bedenken. Ik heb dus van die grote letter- of cijferballonnen gehaald. In een leuk beige kleurtje. Dus die ga ik even opblazen. Want ik moet mijn Insta-foto nog maken. En ik doe eigenlijk standaard deze ballonnen gebruiken. Alleen vorig jaar was het een beetje misgegaan. Want toen had ik 2 keer een 2 besteld. Maar ik kwam er een beetje te laat achter dat het een 8 was. Die zat gewoon verkeerd in de verpakking. Dus ik dacht, ik was aan het opblazen. En ik denk, hè? Toen waren het 2 achten. Hier een foto. Dus nu als het goed is wel gewoon een 2 en een 3. Dat was de 2. Nu gaan we over naar de 3. Waarom is het verschil zo groot? Kijk, deze 3 is echt veel kleiner dan deze 2. Waarom gaat het altijd mis met deze ballonnen? Ik snap het niet. Ik heb, het is dezelfde ballon, alleen heb ik een 2 en een 3 aangekruist. Maar kijk het verschil qua grootte. Nou, dan ga ik de andere 2 versies ook maar even proberen. Dan ga ik eerst de 3 even proberen. Want dit is toch niet degene die erbij hoort? Of wel? Nee, dit is een andere kleur. Ik snap er echt niks van. Want deze lijkt qua grootte beter, maar die lijkt qua kleur er weer niet op. Nou. Al iets meer op elkaar. Maar de kleur is heel verschillend. Oké, nu ga ik me ready maken voor de foto, want ik heb net gewerkt. En mijn gezicht is op. Dus we moeten er even wat aan gaan doen. En ik denk trouwens dat ik dit gewoon als achtergrond ga nemen, want dat vind ik wel het allerleukst. Ik blijf dit een leuke achtergrond vinden. Dus dat gaan we even doen. Maar ik moet mijn haar even fixen. Ik moet eigenlijk mijn haar wassen. Maar nu is het nog zonnig. Dus nu kan ik nog mooie kleurfoto's maken. Dus eens even improviseren. Ik heb ook een kort slip. Dus daar moet ik ook even wat op improviseren. Maar we gaan het even fixen. Zoals ik al zei, heb ik een goodiebox ontvangen. Dat is een maandelijks abonnement. Waar je dus zo'n superleuke box kan krijgen. Met een variatie aan haarproducten, gezichtsproducten, make-up producten. En je betaalt €25 voor zo'n box. En in deze box zit een waarde van €220 aan spulletjes. En ik dacht, er zit vaak ook make-up producten in. Dus ik dacht, als ik hem nou even nu ga openen, misschien zit er iets leuks in wat ik kan gebruiken voor mijn make-up look. Want ik ga me nu natuurlijk even opmaken om die foto te maken. Maar misschien zit er wat leuks in. Oké, wat zie ik eerst? Ik zie een mascara. Hey, dat is iets wat ik kan gebruiken. Even kijken wat voor soort mascara het is. Oh, het is een heel dun borsteltje. Deze ga ik zo meteen proberen. Dus die doe ik gelijk bij mijn make-up. Superleuk, mascara. Dan zie ik dit. Dit is een conditioner. Ik heb de vorige keer al een shampoo gekregen. Dus nu een conditioner is superleuk om te testen. Waar ruikt hij nou naar? Hij heeft zo'n bekende geur. Wat zit erin? Nou, wat zit er nou in? Het is heel fris. Hij ruikt heel lekker. Ja, lekker fris. Echt zo'n zomergeurtje. En dan zie ik een oogschaduw. Een bruine oogschaduw. Kijk, zoals je ziet is hij dus glitterig. Hij is best donker. Maar wel leuk. Wel wat meer kerstachtig voor mij. Ik draag niet zo snel oogschaduw. Maar wel een mooi kleurtje. Dus die gaat bij de collectie. Dan heb ik hier een gezichtsmaskertje. Die lijkt nog even dicht. Maar die zouden we zo meteen eventueel kunnen gebruiken. Superleuk. Een serum, een gezichtsserum. Wat een luxe verpakking. Dit lijkt echt gewoon alsof het €100 is qua verpakking, joh. Is deze al open? Het is wel een beetje volgens mij anti-aging, maar weet je, daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Dan heb ik hier een lipstick. Zou het dezelfde kleur zijn als de verpakking? Ik denk het wel. Oh, het is een mini. Kijk.
super handig voor in je tas. Alleen, niet echt mijn kleur. Hij is namelijk heel fel rood. Nou, kan ik vast iemand gelukkig mee maken. Of het komt een keer van pas voor bijvoorbeeld een feestje. Als ik een themafeestje heb, kan het ook van pas komen. Dus ik bewaar hem zeker weten. Super handig, ook omdat het een mini is. En dan zie ik nog een full size product. En dat is een scrub. Voor je lichaam, een body scrub. Deze zit helemaal in het plastic. Lekt hij dan of ruikt hij gewoon zo lekker dat ze hem willen bewaren? Oh, deze vind ik heel lekker ruiken. Dit is echt mijn geur. Top. Dus deze ga ik ook binnenkort lekker gebruiken. En dan is het laadje leeg. Kijk, de doos is leeg op een verpakking na. Maar ik vind die doosjes dus echt heel handig. Want ik neem ze mee naar school. En dan kan ik ze in de kast doen. Kijk, hoe handig is het als ik bijvoorbeeld een hoekenwerk, een spel heb. En ze hebben daar meerdere kleine spulletjes voor nodig. Kunnen ze gewoon deze pakken, la opentrekken. En ze hebben de spulletjes die ze nodig hebben. Dus ik heb deze, ga ik snel mee naar school nemen. Want voor mij is het heel erg handig. Maar mocht je nou ook zo'n handig doosje willen hebben met de leuke producten die erin zitten. Dan moet je even via het linkje in de beschrijving kijken. Want dan kan je in plaats van deze box voor 25 euro, kan je hem voor 12,50 euro kopen. Want dan krijg je namelijk 50% korting. Maar goed, ik ben alweer veel te lang aan het praten. Ik moet mijn make-up doen, want anders is de zon dadelijk alweer onder. Ik ga voor een foto, dus dan ga ik deze gebruiken. Dit is zo'n meekleurende dagcreme en deze is echt amazing. Als ik hem opsmeer, dan denk je echt van, oh, dit is toch veel te donker, Jane. Maar dat valt uiteindelijk, als ik alles goed uitblend, valt dat reuze mee. En dan heb ik gewoon lekker een glow. Dus waarschijnlijk ga je nu schrikken omdat ik heel oranje ga lijken. Maar zodra alles op zijn plek zit, valt dat echt reuze mee. Maar ik moet het wel even goed in het licht doen. Want anders smeer ik het nog de verkeerde kant op. Maar ik dacht, als ik me nou ondertussen, terwijl dat ik me klaarmaak, even wat vraagjes beantwoord. Want ik heb een tijdje geleden gevraagd of jullie vragen hadden op Instagram. En toen kwamen er wel een aantal leuke vragen. Dus die ga ik ondertussen ook lekker beantwoorden. Dan zijn jullie ook weer even op de hoogte van mijn leven. De eerste vraag die ik heel veel kreeg is van hoe gaat het met je rijlessen? Ik kan je vertellen dat ik daar momenteel even mee ben gestopt. Ik ben er eerst mee gestopt vanwege mijn ribben. Ik had gekneusde ribben en ik kon niet eens rechtop zitten. Laat staan dat ik dan kan autorijden. Want ik weet niet of het aan mij ligt, maar met autorijles ben je toch wel heel erg gespannen. Ik kan niet ontspannen in die auto zitten. Laat staan dat ik gewoon gespannen in die auto kan zitten met een gekneusde rib. Dus daardoor was ik even tijdelijk gestopt. Maar ik had gewoon geen klik met mijn rijinstructeur. Ik vond het doodeng. Dus ik heb het nu even aan de kant gelegd. Ik kan prima met openbaar vervoer naar mijn werk. Dus daar laat ik het ook lekker even bij. Dus ik ben momenteel even gestopt met rijlessen. Super zonde natuurlijk. Want ja, je bent toch geld kwijt aan lessen waar je nu eigenlijk niet heel veel meer aan hebt. Maar binnenkort wil ik heel graag weer beginnen. Maar ik wil het even rust geven omdat ik er best angstig voor ben. Ik vind rijlessen echt verschrikkelijk. Dus ik hoop gewoon dat als ik nu een rijinstructeur vind waar ik meer een klik mee heb, dat de rijlessen ook beter zullen gaan. Maar dat is even op zoek gaan, onderzoek doen en niet gelijk de eerste beste rijschool nemen. Ik ga even snel mijn handen wassen. Nou, toen ik de post plaatste, toen werd er gevraagd, ga je vanavond naar Flemming? Want als je me een beetje kent, dan weet je dat ik echt een groot Flemming fan ben. Nou, ik ga niet vanavond, maar ik ben wel, nou ja, dat is voor jullie dan gisteren geweest. Ik ben namelijk 13 april ben ik naar Flemming. Of in ieder geval ga ik naar Flemming. Heb ik super veel zin in. Ga ik naar de clubtour. Het zou eigenlijk 8 maart zijn. Maar toen was hij ziek. Dus dat is niet doorgegaan. Dus nu ga ik de 13e. En de vorige keer dat ik daarheen ben gegaan, had ik een bordje meegenomen. Waarop stond: de kinderen van groep 5B zijn dol op je. Kan je hoi zeggen. In de hoop dat ik een filmpje kon krijgen of wat dan ook. Is toen niet gelukt. Ik neem vandaag wel weer het bordje opnieuw mee. Want ik hoop dat het dit keer wel gaat lukken. Of ik zeg wel vandaag, maar de komende zaterdag. Want dat zou natuurlijk onwijs leuk zijn. En de vorige keer ben ik met het bordje op RTL Boulevard gekomen. Toen kwam ik zo in beeld. Dus misschien dat de volgende stap is dat Flemming erop reageert. Dus dat hoop ik heel erg. Voor mezelf natuurlijk, maar ook voor de kinderen. Want ik hoop gewoon, ja, we hebben dat bordje toch samen gemaakt. We luisteren heel veel Flemming in de klas. Dus dan zou het alleen maar leuker zijn om
een berichtje van hem te kunnen krijgen. Ik heb ondertussen ook een nieuwe blush nodig, want die is helemaal op. Gelukkig had ik er nog eentje op voorraad. Dus dan kunnen we die ook gebruiken. Niks is natuurlijk fijner dan een nieuw make-up product openen. Gaan we voorzichtig dit kapje eraf halen. Top. En dan heb ik weer een verse blush. Ik kreeg ook heel erg veel de vraag over wat vind je nu na bijna een jaar juf zijn. En ik vind het nog steeds onwijs leuk. Tuurlijk, sommige momenten of sommige dingen zijn zwaarder, moeilijker. Maar de energie die ik krijg van de kinderen is echt geweldig. Ik heb een hele leuke klas waar ik echt zo blij mee ben voor mijn eerste jaar. Tuurlijk, elke klas heeft moeilijkheden. Maar ja, ik ben gewoon heel blij met mijn klas die ik heb. Ik word heel vrolijk van ze. Het is echt mijn klasje en dat vind ik echt geweldig. Dus ik ben heel blij dat ik de keuze heb gemaakt om ooit juf te worden. Het is echt een keuze die bij mij past. Dus daar ben ik gewoon, ja, ik ben gewoon gelukkig als juf. Dus tuurlijk heb je hier mindere dagen, maar dat heeft iedereen. Heb je met elke baan, niet alleen maar met juf zijn. Ik ga de nieuwe mascara even proberen. Ik ben heel benieuwd. Dan moet ik wel even mijn... I kind of like it. Hij is heel mooi, want hij maakt mijn wimpers dus echt mega lang. Maar ik mis een beetje het effect wat mijn eigen mascara heeft en dat het wat voller wordt. Dus ik ga denk ik wel een beetje een combinatie maken. Want deze maakt mijn wimpers net wat dikker. Waardoor het iets meer lijkt, zeg maar. Maar het is zeker geen verkeerde mascara. Oh, nu gaat het beter. Ja, deze kant is beter. Sorry, ik heb echt altijd de opperste concentratie nodig als ik bezig ben met mijn mascara. Want anders zit het namelijk in mijn wenkbrauwen. En dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Dan gebruik ik mijn favoriete wenkbrauwgel. Doen we even aan de binnenkant van mijn oog een beetje glitter highlight. En dan mijn normale highlighter. Een vraag die ik ook kreeg is, heb je een vriendje? En nee, die heb ik niet. Ik ben niet bewust per se op zoek ook naar een relatie. Tuurlijk zou ik graag een relatie hebben. Gewoon iemand om mee samen te zijn. Leuke dingen samen te kunnen doen. Gewoon echt een maatje vinden. Maar ja, alles op zijn tijd. Ik zou nu denk ik toch heel druk bezig zijn met mijn eerste jaar als juf. En nu moet dat natuurlijk niet een reden zijn om geen relatie met iemand te nemen. Maar ik heb er nu niet per se super veel behoefte aan. Dus we houden het hier ook lekker bij. Een beetje lipgloss op. En omdat ik een kortslip heb, doe ik het even zo met mijn vingers. Zodat de kortslip niet in mijn lippenbalsem gaat zitten. En dan is de make-up look klaar. Doen we nog even wat sieraadjes in. Om het net even wat op te fleuren. En dan ga ik zo even mijn camera klaarzetten. Zodat ik foto's kan gaan maken. En dat doe ik meestal gewoon met de camera waar ik nu mee film. En dan zet ik hem ook op filmstand. Want deze camera die heeft gewoon hele scherpe kwaliteit. En dan ga ik daarna altijd screenshots maken. Dus ik zal even laten zien hoe ik dat doe. Ik heb hier dan mijn statief. Die is altijd heel naar om uit te klappen. Maar als die eenmaal uitgeklapt is, is die heel erg fijn. Dus ik ga jullie even hierop zetten. Kijk, nu ziet het er zo uit. Zoals je ziet is het nog wel heel erg donker. Maar ik hoop dat als ik dadelijk op bed ga zitten, dat het iets beter is. Dus ik draai hem even naar mezelf toe. Want dan kan ik vanaf hier zien. Nou ja, jullie zien het niet zo goed. Maar dan kan ik vanaf hier zien of ik een beetje goed in beeld ben.